Welkom Robert aan deze tafel, waar we via een gesprek nader zullen ingaan op je verzoek om aandacht te vragen voor het volgende. Vieren we de bevrijding of dragen we onze vrijheid naar het graf? Ja, dat is een terechte vraag die je stelt. Ik vind dat de organisatie van de herdenking van dit jaar zich moet schamen, zich kapot moet schamen. We herdenken de oorlog. En dan geven we natuurlijk een eerbetoon aan de overledenen, overleden strijders, overleden burgers. Maar we hebben daarbij ook altijd de intentie om lering te trekken uit de oorlog. We willen ook een statement maken. Van ja, dit willen we nooit meer. Momenteel vindt op dit moment de herdenking plaats in de Sint-Jacobskerk van de bevrijding van Vlissingen en de slag om de Schelde die wordt herdacht. Het is anders dan andere jaren. Deze zal niet plaatsvinden bij het landingsmonument op Uncle Beach. Maar die wordt in de kerk gevierd. Daar heb jij ook al wat over te vertellen. Ja, dat klopt. En het trieste daarbij is dat er de zogenaamde QR-code wordt gevraagd aan de mensen die daaraan deel willen nemen. Dat betekent de facto dat een deel van de burgers die niet zo'n QR-code heeft, om eigen redenen, niet welkom is bij dat evenement. En dat is natuurlijk... Ja, dat is zorgelijk. Dat is zeer, zeer zorgelijk. Er wordt vaak heel krampachtig gedaan wanneer je vergelijkingen gaat maken met de oorlog. Mm-hmm. En ja, ik wil daar wel over opmerken dat de oorlog was natuurlijk niet alleen bombardementen en holocaust. De oorlog was ook een vreselijk regime, fascistisch regime, wat 5 jaar lang heeft huisgehouden in ons land. Een regime wat bepaalde groepen uit onze samenleving heeft aangewezen als minderwaardig, als mensen waar minder rechten aan toekwamen. En dat is iets wat we ons ook bij een herdenking moeten realiseren. Dat, ja, dat zeker. Die situatie ook niet meer willen. Nee. Waarom is die herdenking nou in de kerk gehouden? Dat is dus blijkbaar omdat er dan bij het monument staan te veel mensen op elkaar. Maar dan denk ik, dit is toch het buitengebied? Ja, dat lijkt mij ook. Kijk, linksom of rechtsom. Je moet niet een herdenking houden waarbij je een groep mensen uitsluit. Organiseer het dan anders, dat niet zo is, of organiseer helemaal niks. Dat is eigenlijk de keuze die je als stadsbestuur volgens mij hebt. Het komt natuurlijk allemaal uit de koker van het huidige regime in Den Haag. Als je onze minister van Volksgezondheid de gevaccineerden als zondebok expliciet ziet aanwijzen. De ziekenhuizen hebben problemen door de ongevaccineerden. En je gaat daarop maatregelen baseren, ja, dan veroorzaak je enorme tweespalt in de samenleving. En ja, dat is toch iets waarvan je moet afvragen, ja, willen we dat? We hebben dat eerder gezien. Ja. We hebben eerdere jaren gehad waarbij bepaalde mensen van het theater, van het restaurant werden uitgesloten. We hebben gezien dat mensen zijn gelabeld. En ja, nog veel ergere dingen zijn er uiteraard ook gebeurd. Maar ja, ja, dat moeten we toch niet willen. Nee. En ja, het is nu steeds gevaccineerd, ongevaccineerd. Een half jaar geleden ging het eigenlijk alleen maar over... Het was allemaal vrijwillig. Ja, dat is heel mooi om te zeggen. Het is vrijwillig. Maar als je die groep mensen steeds verder gaat uitsluiten uit het maatschappelijk leven... Ik heb het in de Staten ook vergeleken met de mort civiel, de civiele dood. Die konden misdadigers bijvoorbeeld in de middeleeuwen krijgen. Ze kregen niet alleen straf, maar ze werden uitgesloten van heel het maatschappelijk leven. Ze bestonden feitelijk niet meer. Nee. De civiele dood. Als je dat als alternatief biedt om je te laten injecteren met wat ze het vaccin noemen, ja, dan is dat natuurlijk geen reëel alternatief. Dat is het gewoon dwang, vaccinatiedwang. Daar komt het wel op neer. Maar dan haal ik artikel 1 van de grondwet erbij. De grondwet, inderdaad. Die geldt ook nog volgens mij. Ja, maar we hebben na de oorlog hebben we ook prachtige verdragen gesloten, internationaal. Waarin we de integriteit van het menselijk lichaam hebben veiliggesteld. We hebben de code van Nuremberg hebben opgesteld. Waarin is vastgelegd dat in tegenstelling tot de praktijk in de Tweede Wereldoorlog... mensen niet mogen worden onderworpen aan medische experimenten of gedwongen medische behandelingen.
zonder instemming. En dat wordt natuurlijk met voeten getreden met een dergelijk beleid wat zich nu opdringt aan de burgers. Ja, u als jurist kan dat als geen ander weten natuurlijk. Ja, dat klopt. Heeft u wel zaken meegemaakt met betrekking tot dit? Nee, maar ik voel het wel zelf als burger steeds nader tot de huid komen. Ja, ja. Het beleid waarbij je niet even een broodjeszaak kan binnenstappen om een broodje te eten tijdens de lunch bijvoorbeeld. Nee, het is wel een jaar geleden dat we hier zaten. En daar zaten we ook al. Toen was er nog sprake van dat we teruggingen naar normaal. Wat is dan er nog van over? Het is eigenlijk alleen maar erger geworden. Hè, met dat verschil dat nu die tweedeling eigenlijk geforceerd wordt in de samenleving. Hè, nota bene door onze regering in Den Haag als sturende kracht. Zeker. Reageer maar, Ruud. Ik hoor meneer Koevoets net zeggen dat het regime in Den Haag dus eigenlijk met... En dat, ik constateer dat ook op sociale media. Onze eigen minister van Volksgezondheid met tomeloze energie inderdaad die tweedeling in gang zet. En die tweespalt. En ik vind dat een minister onwaardig. Ik bedoel, een minister van Volksgezondheid moet voor verbinding zorgen. Het is een volksvertegenwoordiger. En het is een volksvertegenwoordiger. Dus ik maak me ernstige zorgen over waar dit nu naartoe gaat. Zeker, ja. Absoluut. Nou, jullie zitten natuurlijk ook als volksvertegenwoordiger in verschillende organisaties en partijen. In hoeverre ervaren jullie deze problematiek? We hebben in een vroeg stadium dit risico aangestipt in bijvoorbeeld in de Staten in Zeeland. Toen is ons steeds verzekerd dat geen onderscheid zou worden gemaakt in het werk van volksvertegenwoordigers. Ja, je ziet, we zijn niet zoveel verder en dat onderscheid wordt wel degelijk al gemaakt. Zo worden er evenementen georganiseerd vanuit de provincie, waarbij de volksvertegenwoordigers die geen QR-code hebben, die zich niet hebben gevaccineerd, niet welkom zijn bij netwerkbijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld, we hebben de Oesterdag gehad op de abdij in Heemburg. Ja. Er is volgende week is er de Zeeuwse dag in de Tweede Kamer, op het Binnenhof in Den Haag. Daar geldt wederom die QR-code voor, overigens volstrekt onnodig. Hè. Ook al zou je aan die wet houden die nu vanuit het regime in Den Haag wordt opgelegd, dan nog kun je je evenement zo organiseren dat die QR-code niet vereist is. Doet men niet, men duwt gewoon door. Ja, drangt gewoon verder. Ja, de 6 december hebben we een bijeenkomst voor provincieleden in Den Haag. Idem dito, zijn de volksvertegenwoordigers zonder die QR-code zijn gewoon niet welkom. Ervaart u ook, heb je ook deze ervaringen, Ruud? Nou, tot nu toe nog niet. Nog niet. Wat wel misschien een mooi voorbeeld is, na de 25 september werd natuurlijk die QR-code ingevoerd. En ik heb onmiddellijk als raadslid een motie geschreven om in ieder geval als raad en als college een signaal af te geven van jongens, dit gaat toch een hele verkeerde kant op. Ik heb die wel in stemming laten brengen, kreeg geen enkele steun en helaas zijn er 5 stemmen voor en de rest van de raad die vindt het allemaal best. En ik begrijp daar werkelijk helemaal niets van. En vooral ook omdat ik 2 geluiden nu heel, heel goed hoor, dat zijn de kassa's van de farmaceutische industrie. En het zijn de doodsklokken van de democratie. En het wordt steeds meer voor of tegen. Ja. Dus je krijgt steeds meer tegenstellingen natuurlijk. In principe wordt de bevolking tegen elkaar opgezet. Absoluut. En dat zondebokmechanisme. En dat zou niet moeten. Ja, dat zondebokmechanisme wat de huidige minister van Volksgezondheid nu zo gretig toepast. Ja, dat is met name zo gemeen omdat het niet op feiten is gebaseerd. Er wordt gezegd, de ziekenhuizen worden overlopen nu omdat we met die vervelende groep ongevaccineerden zitten. Maar ergens klopt er iets niet, want vorig jaar was niemand gevaccineerd en waren de cijfers ongeveer hetzelfde. Het is nu eigenlijk nog veel erger. Sterker nog, de 60% van de bevolking is 1 keer geprikt, moet ik het goed zeggen.
En meer dan 80% is volledig gevaccineerd. Dus wat is nou eigenlijk het probleem dan? Ja, jaren voordat er sprake was van corona, werden mensen in het griepseizoen ook al weggestuurd bij de ziekenhuizen. Omdat simpelweg die capaciteit steeds verder is afgebroken. Ja, door dezelfde regeringen onder leiding van meneer Rutte. En het is natuurlijk heel erg gemeen om daar nu een bepaalde groep mensen in de samenleving de schuld van te geven. Zeker. En de Zwarte Piet toe te schuiven. En ik las ook ergens, de capaciteit van de IC-bedden zou eigenlijk moeten staan op 5000. Ter vergelijking van de verhouding naar de inwoners. Ja. En die is nu? 1200. Ja. Nou, dan is mijn vraag, is er al een IC-bed bijgeplaatst? Dat is er niet. Is er al meer, zijn er al meer handen aan het bed? Nee, sterker nog, meneer Gommers als lid van het OMT is vorig jaar gevraagd, moeten we nu de IC gaan uitbreiden? En toen heeft hij heel eenvoudig gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Want er is niks erger dan dat de mensen op de IC zich lopen te vervelen omdat er geen patiënten zijn. Oh, oké. Okay. Ja, nou ja, goed. Dan weet je op de duur ook niet meer wat je natuurlijk moet denken. Nee, dus het heeft heel weinig met volksgezondheid te maken, al deze maatregelen. Maar alles met controle, met het invoeren van een controlemaatschappij. Deze week is... Je weet nu ook niet meer wat waar of niet waar is. In 2006 hadden we een paar handenvol griepdoden na een vaccinatie. Na de griepprik. Ja, en toen klopt. Werd het OMT opgericht. Paniek alom. En nu is het prikken, prikken, prikken. Dus wat gebeurt hier allemaal? Deze week is nog een motie verworpen. Een motie voor uitbreiding van IC-bedden. En die is deze week in stemming gebracht en die is verworpen. Oh, nou doe maar. Ja, ik snap dat dan niet. Ik ook niet. In een land wat ontzettend rijk is, het geld klotst tegen de plinten op. Ja. Maar we breken wel 70 ziekenhuizen af in het verleden. En er zijn 1 miljoen mensen bijgekomen. Ja. Dan, met je gewone normale boerenverstand kan je dat toch wel aanvoelen. Ja, er moet wel iets gebeuren, toch? In de gezondheidszorg. Ja, absoluut. Absoluut. En moeten we nu op deze manier... Dus... Het wordt afgeschoven nu eigenlijk op de burger. Ja, dat is ook zo. Die is ja. Nou de schuldige. Eigenlijk wordt de schuld nu in de schoenen geschoven van de burger. Dat is eigenlijk wel in en in triest. Met een zorgverzekering van 150 euro, nee? En ja, we komen op 200 euro geloof ik per maand. Zorgpremies. In die anderhalf jaar zijn ook een heleboel mensen niet naar de medische zorg geweest. Uit angst, sommigen. Ja. Die lopen met dingen rond waarvan ze denken, ja, moet ik nou naar mijn huisarts? Ja. Ik stel het nog wel even uit, misschien dat de regeltjes wat gaan versoepelen. Dit en dat en noem maar op. Dan gaan ook nog een heleboel mensen straks van in de zorg terechtkomen. Dat klopt. Met... Er zijn hoogstwaarschijnlijk ook wel mensen overleden die een tekort aan zorg hebben gehad daardoor. Maar dat is direct in verband te brengen met beleid van de afgelopen jaren ten aanzien van ja, dat bedoel ik ook. De ziekenhuizen. Dat kun je niet de burger laat staan, een specifieke groep burgers, de schuld pakken geven. Nee, maar het is natuurlijk wel makkelijk, want het gaat nu al anderhalf jaar gaat het over hetzelfde. De plat blijft ja, volgens mij een beetje hangen ook. Ik heb het niet over de mensen die dus ernstig ziek van geworden zijn, daar heb ik het niet over, maar het spit zich allemaal toe op hetzelfde. Ja. En dan kun je andere dingen die er rondheen hangen, die komen eigenlijk niet meer zo in de belangstelling. Obesitas, 100 doden per dag. Ja, het is iedere dag COVID wat de klok slaat in de mainstream media, besmettingen tellen, doden tellen. Er zijn inmiddels 18.000 mensen overleden. Maar eenzelfde aantal is er aan obesitas overleden. Dan hebben we het nog niet over kankergevallen. En dan belicht ik nog maar een paar ernstige ziektes. Ja, en goed, en welke wijze telt men? Hè? Heel veel mensen met corona, hè, dus met een positieve PCR-test, die overigens ook nog zeer onbetrouwbaar is gebleken. Mensen overlijden veelal aan onderliggend lijden of andere ziekten. Ja. We gaan dan even terug naar het onderwerp. En dat was, vieren we de bevrijding of dragen we onze vrijheid naar het graf? Hoe ver zijn we al? Nou, onze vrijheden zijn natuurlijk al voor een heel groot deel naar het graf gedragen. En dat is zeer, zeer treurig.
een deel van het maatschappelijk leven. En is dat dan specifiek alleen op aan de corona te wijten? Of is dat al eerder aan de gang? Nou ja, goed, ik kijk met name naar de maatregelen die we vanaf maart, april 2020 over ons heen hebben gekregen. De beperkingen die ons opgelegd zijn in ons sociaal leven. Het gaan naar een restaurant, naar een kroeg, naar een kerk, noem maar op. Nou, ik weet nog de tijd dat je je moest identificeren. Wat een onrust als dat al gaf toen. Of weet je dat niet meer? Die tijd. Ja, identificatieplicht. Dat is natuurlijk, ja, dat is een eerste stap. Dat klopt. Maar daar zijn we nou redelijk aan gewend. Ja, maar het is natuurlijk wel de afgelopen anderhalf jaar in een enorme stroomversnelling gekomen. Ja, dat klopt. En het tempo lijkt alleen nog maar toe te nemen. Hoe ver staan we nu, Ruud? Ik ben bang dat we aardig op weg zijn. Kijk, volgens heel veel deugende mensen, deugers noem ik ze maar, is een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog volstrekt ongepast. Vanwege de vele slachtoffers, snap ik. Ja. Aan de andere kant, de Tweede Wereldoorlog was de climax van, ik noem dat maar, de Symfonie des Doods. En de prelude daarvan begon in de vorige eeuw, de jaren 30. En ik ben helaas, denk ik echt, dat wij nu in die prelude zitten. Okay. Dus we zijn aardig op weg. Kijk, de Tweede... En ik zeg het niet graag, ja, maar... De Tweede Wereldoorlog begon natuurlijk niet met de Holocaust. Nee, absoluut niet. De Tweede Wereldoorlog, het regime wat er toen over ons land werd uitgerold, dat begon met registreren. Laten we eerst de Joden maar eens registreren. Hebben we dat maar alvast gedaan. Daarna werden ze gelabeld. De volgende stap was, je mag dit niet meer, je mag dat niet meer. Hè? En dat is toch wel iets wat we heel erg goed in de peiling moeten hebben. En je ziet nu een ophitserij, hè, vanuit het huidige regime in Den Haag. Hè, waarbij de niet gevaccineerde heel duidelijk als zondebok wordt aangewezen. Ja, en anderen doen de rest. We hebben al op de staatsomroep gezien, zogenaamd satirisch, dat ongevaccineerden worden afgeschoten. Haha, wat een humor. Ja, op Twitter stonden ook verschrikkelijke berichten. Ja, en we hebben een Osterhaus die zegt, joh, kunnen we ze niet naar een eiland brengen? Ja, hoe ver gaat dit? En dan denk ik ook... een hek nog rond met prikkeldraad ook? Ja, dat kan natuurlijk niet. Ja, maar we moeten wel gealarmeerd zijn. Het is die noodklok moet al lang gehoord worden door iemand, door iedereen, vinden wij. Als een politici zo'n opmerking zou maken op Twitter, dan wordt hij gelijk weggezet. Of er wordt een proces aangedaan en hier hoor je helemaal niks over. Tegenwoordig wordt dat kun je toch niet roepen, zulke dingen? Dat kan toch niet? Gevaccineerden mag dat kennelijk, hè? Want het is ook, dat wordt ook gestimuleerd door minister De Jonge bijvoorbeeld. Ja, dat is het gevaar. Daar hebben we ook al een tweedeling in dus. Absoluut. Ik heb me ook nog eens afgevraagd, al hele tijd, in Wuhan hoor je niets meer. Zijn dat de mensen allemaal overleden? Nou, ik heb begrepen dat ze vorig jaar alweer aan het feesten waren in grote getalen in Wuhan. Maar goed... Die deden het toch nog wel een tikje anders. Die deden temperatuur opnemen. En ik denk dat dat ook nog niet zo'n slecht idee is. Als jij... een verhoging hebt, of je hebt gewoon koorts, ja, dan hoor je niet in winkels rond te lopen en weet ik veel wat. Goed, dat hebben we altijd verstandig gedaan, griep en verkoudheid. Ja, dat weet ik wel, maar dat is toch wel een andere maatregel natuurlijk, als die in Europa gelden. En blijkbaar heeft het geholpen, ja, nou, het liefst, die temperatuur opneemt. Het liefst zie ik helemaal geen vrijheidsbeperkende maatregelen. Oké. Nou, het valt mij wel op dat je eigenlijk betrekkelijk weinig meer hoort over China. En hier emmert het al anderhalf jaar door in Europa. Ja. En niet te vergeten Amerika. Ja, ja, China. Ik hoop niet dat China ons voorbeeld gaat worden met het social credit systeem. Daar is trouwens ook een motie over ingediend. Ik meen door Forum voor Democratie, om dat vooral niet te hebben in Nederland. En dat die motie is weggestemd. Dus wat dat betreft voorspelt dat weinig goeds. Inderdaad. Nou, ik zou zeggen, ter afsluiting, komt er nog een derde keer dat we hier gaan zitten? Ik hoop ben dat, bang voor wel. Ja, ik hoop eerlijk gezegd dat we de volgende keer de vrijheid echt kunnen vieren.
dat we verlost zullen zijn van dit oprukkende regime van steeds verder ingeperkte vrijheden. Nou, dat zou mooi zijn. Laten we daarmee afsluiten.